Oké, ready? Here I go. Wie speel ik? Alex, denk ik. Ja. Ik hoop Alex. Oh nee, ik speel Julia. Oh, waarom ging Alex of Julia niet gewoon dood? Het Julia is is wel. veel minder interessant. Het is de eerste keer dat we Julia gaan spelen. What the fuck? Wie is dat nou weer? Conrad was toch weg? Ja, maar leek Is wel een dat hem nou weer? meerman. Nee, dat was geen Conrad. Oh, dat is die man. Dat is de moker. Ja, ik zie het. Gaat ze ook nu dood? Nee. Ik moet zeker beslissen eerst voordat ze doodgaat. Oh. Ze werd echt wakker van, huh? Oh, oké. Okay. Hey, ik ben onder water. Hé, hey, ik moet mijn adem inhouden. Oh, oké. Okay. Kom op, ja. Ik moet zeker heel snel zijn nu, of niet? Ja, dat denk ik wel. Dit is weer gewoon precies hetzelfde. Oh, Oh! Alex. Maar dit zijn allemaal visioenen hoor, want dit is precies wat er gebeurde in. Ja, die ring. Ik zal de ring niet Pak hem meenemen hoor. maar. Je wilt toch? Oh, ik heb ook geen keus trouwens. Doe maar gewoon. Wel benieuwd. Ja, nou, het is wel. Nu de eerste dood is, is de druk er ook een beetje af. Ja, klopt. Oh, dit was een droompje. Oh, oké. Oh my god, twee keer. Oh my god! Je moet kiezen wie welke Ja, is! Wat gebeurt hier? Dit was ook zo'n premonition, maar ik. Oh my Oh, god, fuck. stop, stop. Ja, maar misschien is het juist de Ja, goeie, hè? boeien. Ik wil niet dat iemand nu doodgaat. Oh my god. What the fuck? Ik snap het niet meer, hoor. Nee, ik ook niet. Hoezo volgt ze hem ook gewoon? Je weet toch niet dat hij de goeie is? Ja, ik gok het wel hoor. Kijk maar het juiste shirtje. Die andere had een ander shirt aan. Ja, maar het zou me niet verbazen dat als straks aan het eind van het spel blijkt dat hij niet de echte Alex Ja, is. dat zou best kunnen, maar ja. Ja, goed zo. Beetje verstandig zijn. You okay? Oh my god. Kijk, ze vind ik ook een beetje vreemd dat Alex gewoon doet van nothing happened. We gotta get away. He's still around. That guy. What guy, zeker. Fuck. Boy, dat was echt als een zeeleeuw. Plop. Wie is dit? Of was dat de moker? Huh? Dit is heel vaag. Was hij een van die mensen? Ik heb geen idee. Ik vind het echt. Opeens is het zo vreemd. Dit is heel vreemd. Oh my god, ik moet zeker rennen hoor. Alsjeblieft, geef me geen knoppies, want daar ben ik echt heel Oh, ik ben slecht zo in. blij dat jij eindelijk een keer moet spelen. Ik niet. Oh. En ik ben wel blij dat ik nu maar twee mensen heb om te spelen. Ja, oké. 2-2. Ah, Ah! Dat was echt 2 seconden en nu ben jij weer. Ik heb echt niks hoeven doen. Wat is dit nou? Oh my god, Oh, wat succes! flauw! Oh, Oh je bent weer nee, nu komt die Brad. vrouw. Nee, Conrad! Oh, Conrad! Nu komt die vrouw hoor. Wat doe jij? Ja, hij probeert het stoer te doen. Maar dit is zijn manier van het verwerken, zeg maar. Oké, Van, dat is prima. Doe je ding. Ja. I mean, these guys are fucking crazy. They're chasing us around the ship. Jasmijn, waarom krijg ik nou alle enge Jij krijgt dingen? echt de enge dingen. Oh my god, Oh. Patrice, je moet weer snel zijn hoor. Fuck, fuck, fuck. Hey, dit is Ik dezelfde kan dat trap. blijkbaar niet. Dat is dezelfde trap die Brett omhoog was gegaan, geloof ik. Oh ja? Julia! Gadver. Ik denk dat hij aan Dolly. het praten was met Alex en Julia, dat hij dat dacht, want die liepen toen nog achter hem. Oh, dat was het natuurlijk Daarom inderdaad. praten die hier links. Oh nee, dat kan niet. Ga maar rechtdoor. Je Hoor je het hoort stemmen, geschreeuw? ja. Zal ik hierin? Ja, doe maar.
Ja, we willen wel alles even bekijken. Ja, daarom. Oh, map. Vooral Conrad is alles van het bekijken. Vind ik leuk. Water purification. Secret. Ah. Oké, geen idee. Nou, die kan ik niet onthouden hoor. Waar ben je dat onthouden dan? Nee, weet ik niet. Ga je maar rechts, ja. Oh ja! Premonition. Geen fuck aan, maar oké. Oh, fuck. Dat zou heel kut zijn. Waarmee werd hij geslashed? Met een hamer? De moker? Even kijken. Met een zwaard of zo. Oh, de viel nee, iets. Nee, de viel toch iets. Dat was per ongeluk. Of zo. Ja, ja, dat was per ongeluk. Godzie. Ik wil niet meer eerst zijn. Ik vind het echt genoeg geweest. De radio toch die je hoort. Nou, het zou me niet verbazen. Ja. Duke? De Duke? Hé, dat ben jij! Ja, op jullie boos. No way, that's not possible. Oh, god. Breek hem! Goed zo. Of is dit dan zo van... Nou, de Duke will not survive either. Omdat je hem kapot hebt geslagen. Ja, of juist van... Anders was hij sowieso verdronken of zo. Oh mijn god, wat zie jij? Wat is dit nou weer? Oh, die vrouw weer. Zo! Nou, dat was ook net op een nippertje. Oh my god. Ja, ga al die kamers maar langs. Ja, volgens mij heeft Conrad krijgt dat wel een beetje de tijd of zo. Ja. Yeah. Waarom zit er nooit ook even een aardige geest tussen of zo? Ze hebben allemaal ook zenuwen van staal, hè? Ja, echt ongelooflijk. Man overboord stond er. I saw him jump. Ja, dat zou ik ook gedaan hebben als dit gebeurde. Ugh. Muziek is vervangen tot gewoon gebrabbel. Ja, ook echt. To all officers. Mag geen alcohol meer. This is bullshit. I want my beer. Ja, ga dan maar. Ja, doe maar. Ga je er weer uit, geloof ik, ja. Ja, zou ik nog terug moeten? Nee. Zul je net zien dat er iets is? Nee. Oh, echt die mensen. Oh. Jullie zijn echt... Of zit hier een deur of zo? Ja, maar volgens mij kun je daar niet in. Rechtdoor of links? Je kan ook rechtdoor, Patrice. Ja, weet ik. Maar ik zit toch niks. Ik wil even kijken. Oh, dat weet ik niet. Nee, je kan ook niet verder. Oké. Er zijn heel veel gassen hier. Ja, maar niet dat mosterdgas. Kon je met die telefoon iets? Ga eens terug. Oh my god, ja. Yeah. Hij zit wel echt zo in het beeld. Oh. Denk het niet. Hier rechts? Nee, hè? Oké. Nou. Lopen! Oh, god, oh my god, dit is echt eng. Moet ik dat aan doen, dekjes? Ja, doe maar. Nee, loop eerst nog maar even rond, ja. Ja, ik ga eerst andere dingen kijken. Doen? Ja, doe het. Doe het. Deurtjes openmaken altijd. Dat is meestal toch alleen maar een schrikreactie of zo. Ja, precies. Oh, dat is alcohol. Die is op. Dat mag niet, hè? Mocht geen alcohol drinken. Nee, inderdaad. Oh. Probably not much of a practice when you preach kind of guy. Oh, wat was het dan? Hoe weet jij nou zeker dat dit zijn officers? Ja. Wat de? Magneetje. Oh ja, hele goede magneet. Hij had ook echt geen reactie. Hij keek er een beetje van. Boeit hem echt niks. Oh, dat lijkt hij wel. Oké, dus. Dankjewel. Och, willen we de dingen gaan doen? Toch maar, ja, ja wel toch hè. Wel. Volgens mij was er niks met de premonition, hè? Met de kaars, geloof ik. Nee. Niet hier, geloof ik. Ga je hem dan meenemen? Ik hoop het. Doe maar ik doe gewoon. Maar je hebt toch geen lighter bij je? Dat had alleen Fliss. Wat moet ik hiermee? Oh, Fliss. Oh, er gaat wel één aan. Oh. Oh, die is mijn... Waarom zijn ze ook zo angry ghosts?
Ik ga kijken wel hoor. What did you do? Jasmijn. Ik vind het echt... Jij moet ook een keer spelen. Ja, jij speelt alleen. Nou, niet wel. Ik heb niet meenemen als wapen. Ik zeg alles ja, meenemen wat maar een wapen echt, kan hoor. Zijn. Wat een beetje zwaar is of wat een beetje scherp. Ja. Hierin, hè? Ja. Oeh, lekker. Hier is je pissen. Kant. Ook echt. Nou, gaan ja, we. Ja, moet maar. Hoeft niet, maar ik weet ook niet wat je anders moet doen. Oh god, gaan we iets achter hem zien? Je moet zeker echt een keuze maken nu. Ik zie niks, maar... Eeuw. Ja? Je kan back doen. Ja, wat ze doen? Doe maar back. En kijk maar eerst verder in die hall. Volgens mij was er nog meer te zien. Ja? Ja, maar waar moeten we dan heen? Ja, maar we kunnen altijd nog terug. Dus kijk eerst nog maar even verder. We kunnen niet terug, toch? Ja, zeg toch? Maar, je kan hier toch niks dan? Oh nee, was dit het einde? Oh, dat was het einde. Ja, ja dan moet je wel. Ja, hè? Je hoort wel iets van static, toch? Ja, maar die radio is denk ik gewoon voorbij, denk ik. Oh nee, nee, want volgens mij hoorde ik ze net ook. Wat zullen we dan doen? Ja, moet maar. Wel? Volgens mij heb je geen andere keus, denk je? Ik denk het ook niet, hoor. Nou, doe maar dan. Maar het is wel gek dat ze een soort van keuze geven, ja. Ja. Och, maar hij zei wel op het eind, I shoot. Ja, van... maar bedoelen ze misschien een beetje zo van, of niet, weet je wel? Ja, maar ik zou niet weten wat je anders moet doen. Hij gaat naar rechts, die L. Naar links, maar... Naar rechts. Of naar... Ja, wat zullen we doen dan? Moet ik even teruglopen? Ja, doe maar. Maar ik denk dat... Oh, ik ben bang dat je dan doodgaat of zo. Ja, maar er waren ook enge stemmetjes volgens mij achter die deur. Ja, maar ik kan nergens heen. Dus ik zou niet weten waar nee, ik dan heen moet. Ik ook niet. Nee, ik zou ook niet terug naar. Dat is ook een beetje gek. Ik denk dat het je enige optie is. Oh, ik vind het echt eng, joh. Ja. Nee, je moet. Je moet wel, ja. Oh, je is mijn... I don't wanna. Maar ze doen echt alsof je een soort van keuze kan maken. Ja, maar dat kan geloof ik niet. Nee. Nou, good luck. Nou, inderdaad. Oh. Oh. Je kunt het. Ik help je. Nou, had ik genoeg aan ze net. Flis ging dood. No. Oh, wat was dat? Wat deed jij? Oh. Anticlimax. Ja. Dat ding? Oh, de kandelaar? Ja? Of niet? Misschien, ja. Ik zou niet echt weten. Pryable, maar... Probeer het gewoon. Of hij zegt weer... Oh my god, die muziek. Oh, daar zit echt iets fucking engs achter, ja, hoor. Ja, echt hoor. Nou, Conrad is the next to die. Ja. God. Soms is die echt moeilijk, hè? Hoe snel moet je... Oh! Wie is dat? Hij zei... Ze zei Donnie of zo. Oh ja? Zo klonk het. Oh my god. Connie. Hey, Connie. Oh ik my druk, god. Ik druk echt, ik zweer het je. Inhouden misschien? Ik drukte. Ja, zo lijkt het wel inderdaad. Ik snap het niet hoor. Blijf maar gewoon drukken en dan... Oh nice, je had hem. Hoe, geen idee. Oh, waarom krijg ik de hele tijd zulke dingen? Ja, ook echt. Ja, yes, oh nice. Oh my god. Oh, lekker Patrice. Oh, je is mijn.
Oh, laat me alsjeblieft niet iets engs doen. Mijn hart. Ik ga echt dood. Je kunt het, Patrice. Ik drukte op rondje! Hij doet het niet goed hoor. Nee, ik drukte ook serieus nergens anders op ofzo. Volgens mij doet hij soms echt alleen vierkantje doet het. Voor de rest doet hij altijd een beetje kut. Oh my god. Oh, ja. Oh, ik vind dat echt verschrikkelijk. Oh. En dan is hij super rustig weer, hè? Oh. Oh my god, dus niet. Hoe snel is zij? Nou. Kill her. Oh, ik hoop niet dat ik echt iets moet gaan doen. Laat me maar gewoon knopjes in blijven drukken of zo. Die trap die breekt zeker of zo. Oh my god, dit is verschrikkelijk. Dit is echt de meest verschrikkelijke weg die je ooit had kunnen kiezen. Ook echt, je kan niet omdraaien of zo. Oh my god. Oh mijn godjes mijn. Zijn je snel? Fel overbeen, maar intens snel. Oh, ik moet waarschijnlijk echt enge dingen doen. Dat ging goed, dat ging goed. Oh mijn god. Ik ben trots op je, Patrice, dat kun jij. Shh, niet, toch niet zeggen. Pas als het goed gaat. Ja, het ging goed. Shit, ik deed het verkeerde. Jasmijn, waarom zei je dat nou? Sorry. Oh my god, is hij nou serieus dood? Is hij dood? Oh my god. Dat meen je niet. Eén knopje verkeerd en hij is fucking dood. Eén fucking knopje. Oh my god. Oh, wat erg dit. Oh, we hebben wel... Oh my god. We hebben dus gewoon onze... onze gok dat de twee zouden doodgaan is nu al waar gekomen. Ja, en er gaat sowieso nog één dood. Ik ben een beetje bang dat iedereen doodgaat. Ja, hoor. Ik ben nu weer aan de beurt, dus er gaat nog één dood. Oh my god. Oh, wat erg. Nee, jij moet waarschijnlijk weer 2 seconden spelen en dan mag ik weer. En dan gaat er weer iemand dood. Dat is waar. Nee, maar nu gaat het echt... Oh my god, ik vind hem echt eng. Oh, ik vind het ook zo eng, ja. Oh my god. Ik vind het ook niet leuk dat Julia speelt, want die heb ik nog nooit gespeeld. Die Alex doet ook echt geen kut, nee, hè? Nee, echt niks. Oh, ik ben echt blij dat jij moet spelen. Oh! Oh my god. Oh my god. Kom op. Julia gaat dood. Ja, ook echt. Oh my god, Patrice, ik vind dit opeens heel eng. Ja, als je speelt... Maar gaan we heen, links of rechtdoor? Links of rechtdoor? Oh mijn god, links. Links? Ja? Mijn intuïtie zegt links. Oké, dan gaan we links. We gaan links. Oh, shit. Oh, Jasmijn. Sorry, Patrice. Julia gaat dood. Wauw, dat helpt. Wat deed jij? Oh mijn god. Hebben we het weer verprutst? Nou. Dit wordt een hele korte serie, denk ik. Oh my god, ik moet iets doen. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kill him. Oh mijn god, Jasmijn. Ik ben hier heel slecht in. Moment of truth. Oké. Oh god. Oh mijn god, let op de knopjes. Stil, ik kan er niet anders op. Ik kan me niet concentreren. God, fuck yes. Oh my god, ik ben zo blij dat Alex er is. Ik verknal alles. Oh, godzijdank is Alex er. Brad! Oh my god, Brad! Braddy. Is dit Brad? Ik vind hem een beetje... Ja, ik vertrouw echt niks meer hoor. Nee. Maar was dit ook niet zo'n premonition? Dat die vent zo voor die deur zat? Of heb ik nou dat ingebeeld? Ja, en dan... Ja, en Alex zijn hoofd werd er tegenaan geknald. Weet je dat nog? Ga eens kijken, ja. Ja, welke was dat? Deze? Ik weet het niet meer. Een van deze drie, dacht ik. Die niet. Nee. Terug. Ik dacht van wel, ja. Ja! Yeah. Oh my god, die hebben we gered! Oh. Maar daar was Conrad er nog bij, zie je dat? Kijk, die staat achter Julia. Ja, die was toen nog niet dood. Nee! Oh, tuurlijk. Oh my wat god. Kut. Oh, ik vind... Conrad was ook zo lullig. Echt één knopje niet en toen ging hij dood. Ook echt, dat was echt heel sneu. Ik denk... Ja, ik denk dat we alright hier. Nee. Hoe durf je dat te zeggen? Fliss is... Dead.
We were in one of the cargo holds and... Yeah, she did. Sorry, mijn schuld. Take a breath. What happened? En die van jou trouwens, we hadden beide de keuze gemaakt. Ja. Oh, volgens mij moet je ook echt naar je intuïtie luisteren hoor. Want ja. Mijn intuïtie zei toen ook van, doe die hinges. Ja. Maar gewoon door paniek doe je de ander. Ja, klopt hoor. Oh my god. Hoezo denk je dat je daar veilig bent? Je bent nergens veilig. Ook echt. Ga terug naar je boot of zo. Oh my god, wat zal hij zeggen? Oh, hij zal teleurgesteld zijn hoor. Ja, ja, hij is zo teleurgesteld. Ja, goh. Ach, zo'n vies lachje. Oh, curry. Ja, fuck you. We waren wel echt goed bezig. We waren echt heel goed bezig. And poor Fliss. Ja, Fliss ja, was sorry. Echt or are your bearings a little off? Of. Natuurlijk wilde ik niet. And what about Conrad? Ja, ja dat wilde echt... ik ook niet hoor. You should have been a bit less nou. Careless. Fuck you. Have you figured knopjes. Out what's going on? How to stop it? How to save the lives of your poor unfortunate stowaways? You nou, will, nee. I hope. Although it seems the ship's previous occupants never managed. Nee. Ja, maar die hadden ook wat minder informatie toch waarschijnlijk, hè? Hou op. Give you a little. Ja, doe maar. Niet. Ja, tuurlijk. Well then, how can I put this? There may be forces at play here that are more scientific and even some that ja, are sowieso mustard gas. Political, you know? Less supernatural. Ja, what the fuck hebben wij daaraan dan? Ja, je gaat waarschijnlijk hallucineren door die mustard gas. En juist door dat hallucineren maak je domme fouten. Ah. 3, 2, 5, 2, Q. Dat is best slim, zo. Well, aren't you excited to find out what your poor unfortunates are making of all this and how you might avoid any more unnecessary tragedy? Go on, back to it. Curry. Speak soon. Oh my god. Het zou toch kunnen dat ze gaan hallucineren. En juist, want bijvoorbeeld, we gingen dood met Fliss omdat ze het water kwam binnen. Ja. En met, oh my god. Creeper. Ja. Twee hebt dood laten ook gaan. Echt. Maar en, ja, klopt hoor. En ding is, omdat hij te snel klom naar boven en... Ja, klopt. Hij ging gewoon inderdaad, hij ja. viel. Het is niet dat zij hem vermoorden of zo. Klopt. Kan. Ja. Maar dat verklaart nog niet... Ja, misschien ook weer wel trouwens. Want die... die soldaten die waren ja doodgegaan door een hartaanval heel veel. Maar ja, dat kan natuurlijk ook door dat mosterdgas en door dat ja, dan... Ja, precies. Ik weet ook niet hoe precies dat mosterdgas werkt of zo. En, nee. Ook... Want Julia die zat te hallucineren dat er opeens twee keer... Dat ze twee keer Alex zag. Maar was dus gewoon die vent... Ja, was dat zo? Ja, vast. Want daarna veranderde hij in die vent. Oh ja. Yeah. Oh, just, maar laten we maar snel doorgaan. En alsjeblieft mag ik nou een keer niet. Ja, vast hoor. Jij moet vast. Oh, Julia, ik ben nog steeds. Jij weer. Oh, thank god. Echt even pauze. Maar ik gok dat dit een redelijk rustig ding ja, zou zijn. Ja, ik denk het ook. Het is ook gewoon... Nee, we zijn één keer door knopjes en één keer door keuzes is er iemand dood gegaan. Ja. Klopt. Ik zag hem, maar toen ik probeerde... Hij ging. Hij ran away from me. Huh? Helemaal niet. Helemaal niet. Dat was helemaal niet zo. Ja, ik doe maar even pauze. Dat was helemaal niet zo. Ja, misschien heeft Brad hem dus ook gehallucineerd of zo. Nee, klopt. Dat heeft hij wel gezien. Conrad zag hem. Maar toen was hij eng. Weet je dat nog? Nee, weet ik niet meer. Of was dat Fliss? We hebben zoveel like dingen gezien. Ja, volgens mij was dat Fliss echt? Toch? Oh, klopt hoor. Oké, wat zullen we doen dan? Probing. Ja? Denk ik. That's it? I saw him running, so I went after him. Oh. But then he fell, but... I don't huh? know, but... Of was hij die vrouw? Hij was die vrouw. I'm gonna go find him. Ja, dit is echt... Puur dat is echt dat mosterdgas. Hallucinatie. Ja. What
fuck is going on with this ship? Maar misschien is hij nog niet dood dan. Heel misschien. Ja. Anders is het toch ook een beetje stom als je dan één knopje niet haalt dat hij dan dood is. Oh ja, ik speel nu Julia. Dan kan ik niet kijken natuurlijk. Nee. Oh ja, dat kan wel. Hier even. Even kijken of dingen erbij staat. Wat wil je dan? Nieuw staat hier. Ja, dan staat het gewoon dood. Nou, ja, want waarom staat... Misschien staat dinges hier wel bij. Ja, maar dat komt misschien niet door zo'n bearing of zo, maar gewoon... Ja, maar gewoon er stond volgens mij bearings updated. Nou ja, we gaan verder. En relatively sane about this, okay? Alex wasn't the only Alex. What are you talking about? There were things walking around with his face on them. Alex's face... Ja, er waren ja twee. It was horrifying. Ja, maar later niet meer. Ja, maar dan was er dus wel iemand. Ja. This can't all be happening. Maybe like one thing could, but not all of these crazy things. It's too much of a coincidence. There's got to be something going on here. What can we absolutely be sure about? What do we know that's real? Jullie. Oh. We're fearful, toch? Fearful. Boeien wat de goud is. Dat boeit toch niet, nee. I was gonna say the same thing. I read a letter. I found it before. It said the guards here were scared of ghosts. Actually, we found something that mentioned that. I guess it got so bad that they set up a watch to see if they could Ja, okay. Supernatural claims, you know, but nothing turned up. What happened? What happened, denk ik eerder. Even van... Ja, toch? What do you think actually happened to this place? Wish I knew. I saw 1947 on the newspaper. Ayo. Ayo. This place is weird. Ja. Ik vind die, where's the gold? Ja, is dat boeien. Zo? Ja, misschien is het wel very belangrijk of zo. Ja, het is wel de tweede keer dat je de kans kreeg. Ja. Oké, okay, derde keer mocht hij komen, doen we het wel. Oh, ik weet misschien wat. Nou, weet. Where's the gold? Where's the gold? Did you see the gold? Anything? Is dat gold misschien ook een beetje cursed of zo? Dat in die kisten zat? Ja, vast. Ik weet niet. Omdat ze zeiden ook, ja, John had iets meegenomen. Uit, weet ik veel waar. Ja, klopt. Wat dus een soort van niet goed was, ik weet niet. Klopt. Dus dat was misschien die gold. Maar hij had een ancient artifact meegenomen. Ja, ik dacht misschien dus een ding van goud of zo, ik weet ja, niet. Ja, dan had hij het stiekem meegenomen en dan gewoon genoemd een ancient artifact, maar eigenlijk was het gewoon goud. Dat kan ook, dat hij het stiekem ja, ik weet deed. Het niet, nee. Ja, of gewoon een artifact van goud. Ja, dat kan niet. Ook. Oké. Okay. Maar ja. It's high time we made a plan, folks. Ja. A real plan. Ik ga terug naar die boot. Oh nee, je moet eerst dat ding hebben. Fliss said we need the distributor cap. Oh, ik had echt gehoopt dat Fliss en Conrad hierbij zouden ja, zijn. Ja, echt hoor. Ik was heel, in het begin heel, noem dat, niet aardig over Conrad, maar, nou, maar Conrad, uiteindelijk viel hij wel mee. Ik vind Conrad nu leuker dan Julia en de rest, hoor. Ja, precies. We hebben echt de leukste zijn dood. Ook echt. Fokjes. Just need to find a way up there. Alex, die brengt ook echt niks in, hè. Hoezo brandt dat lampje nog? Hoezo branden alle lampen nog? Dat slaat nergens op. Nee, dat snap ik ook niet. Oh, oh ik god. Moet weer. Jij mag nog een keer. Nou.